Elisabeth, je zei dat je moeite had om weer groot te werken. Ja, ja, omdat ik een poosje afgeleid was door andere dingen. En ik zat veel binnen te werken en toen dacht ik, ik moet weer naar buiten. Ik was van de zomer in Italië, heb ik landschappen geaquarelleerd. En dat directe, van weer buiten zijn en dat licht ook, dacht ik, ik moet weer in Nederland. Ik heb in de haven in het verleden ook aquarellen gemaakt, heel lang geleden. Dus ik weer terug naar die haven en toen kwam ik weer die sluis tegen. En dan heb je die prachtige deuren die zo heel massief zijn en daardoor kijk je dus tegenover die, ja, de andere kant van de sluis. Ja. Met dat mooie licht wat daar doorheen komt. En dat groos wat op dat water zweeft. Ah. Nou, ja. Toen kwam dit. Dat is kroos. Heerlijk. Ja, links is kroos, rechts is gras. Oh. Ja, ja. Rechts, links is kroos, ja. Rechts is ook nog een beetje kroos. Maar dat is wat verder weg. Ja, we waren gisteren, Annabel en ik, in een parkje bij Arnhemstorp. En ze bleef maar kroos fotograferen. Dat vindt ze ook zo mooi. Ja. En dan het kroos waar dan ineens een stukje niks is, ja. Nou, het kroos is ook mooi als je doorheen gaat. Want zodra je er doorheen bent gegaan, dan gaat het weer dicht, hè? Ja. Het groeit weer dicht, het gaat binnen seconden weer dicht. Maar het mooie van kroos is dat het water is weerspiegelend of doorschijnend, maar kroos maakt het mat. Ik heb echt een mat laagje erop. Ja. Dat vond ik ook met schilderen, dacht ik, hoe ga ik dat doen? Want dit is wel een mat ding op het water. De rest heb ik een beetje transparant geschilderd. En heb je ineens, dus dat was even moeilijk zoeken naar het evenwicht. Nou, het is prachtig spul, vooral dat het bovenop ligt. Ik heb ook kroos in mijn eigen kleine vijvertje. Ja. Dat is een ander soort kroos en dan moet ik af en toe eruit lepelen, want dat verstikt alles. Dan ja, eigenlijk ook wel. Een vlakkige kroos is prachtig. Ja. Ja. En ik had een jonge hond, die kwam van mijn zusje. En er lag, ja, er waren ook waterlelies. En die dacht gewoon, daar ga ik even in, of overheen. Dus die zat eruit, die viel echt in de vijver. Ja, dus een onervaren hond is dat dan, hè? Ja. Dat je snapt. Het is een beetje zoals deze. Een onervaren hond, eigenlijk. Ja, 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 zo'n pup. Ja, gewoon een pupje, ja. Ja. Was heel van nat. Ja, je kan deze ook een stukje groen maken, hè? Dan is het kroos wat hier eraf zit. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. En laatste vraag. Dierenfotograaf wil je worden? Dierenportretist? Nou, ik wil dat erbij doen. Omdat ik hou ontzettend van, zeker van honden. En ik merk dat je dan makkelijker een portret maakt dan bij een mens. Dat is die gelijkenis. Kun je toch meer het type hond doen. Ja. Waar je op focust dan een lijkende hond. Hè? Ja, ja, ja. Ik heb met die drie die ik gemaakt heb, 3, 4, heb ik het met ontzettend veel plezier gedaan. Dus ik dacht, hé, dat is ook leuk om erbij te doen. Ja, dat is oké. Dan gaan we eventjes goed in de picture zetten.